Kijkers, goeiedag. Naar aanleiding van het incident dat zich op zondag 17 november heeft voorgedaan met een voertuig van het Nationaal Leger, spreken wij majoor Farid Ilahi Baks hierover. Majoor Ilahi Baks, welkom. Ik val meteen met de deur in huis. Wat is misgegaan? Wat is misgegaan? Ik denk dat we een moment hebben gehad dat bij het afdalen van de brug, de Jules Albert Weidenbosbrug, een heel groot technisch probleem hebben gehad bij een van de panzerwagens, namelijk het begeven van de remmen. En het voertuig toen op hol is geslagen. En we mogen heel erg blij zijn dat door heel snel en kordaat optreden van de bestuurder van dat voertuig, de Cascavel, er geen rampzalige moment of daarna zijn geschied. Hij heeft de zaak goed overzien en ook vanwege de boordschutter die boven hem zat, de instructies ook gevolgd, waardoor een catastrofe eigenlijk achterwege is gebleven. Ja. U zegt het begeven van de remmen. Worden de voertuigen wel op tijd geserviced? De voertuigen worden elke maand nagekeken. Men rijdt elke maand 1 of 2 keer in de kazerne. Ze komen wel niet op straat, maar in de kazerne, in de Mimrebuku kazerne Zuid, wordt er zeker een aantal rondjes gereden en waarbij dus de voertuigen dan toch wel hun dagelijks of hun periodieke doorsmering en dat soort dingen krijgen. En voor de rest blijven ze dan gewoon in de garage staan. Ik neem aan dat er aan u is gerapporteerd. Kunt u de mensen uitleggen vanaf de brug, wat is daar precies gebeurd? Laat me een stukje ervoor beginnen. Het konvooi is rond 1 uur of 9 uur vertrokken vanuit de Mimrebuku kazerne. Ze zijn toen richting Weidenbosbrug gegaan om de Weidenbosbrug over te steken richting Stolkersijver. U moet dus weten dus dat we volgende week de parade en het defilé in Mungo hebben. En het was noodzakelijk om toch de voertuigen op de weg te brengen. Ze zijn dus helemaal naar Stolkersijver gereden. Ze zijn ook over de brug, over de Kamerwijnen gegaan. Tot en met daar waren er geen mankementen. Op Stolkersijver heeft de technische dienst toen aanbevolen om alle voertuigen weer een keertje na te kijken, zodat eventuele zaken met betrekking tot brandstof of andere vloeistoffen bijgevuld konden worden. Waarna men dus de terugweg naar Paramaribo aanving. Onderweg heb je een aantal drempels. En bij de drempels wordt er dan afgeremd, de vaart wordt verminderd. Om dan uiteindelijk weer te komen aan de voet van de Jules Weidenbosbrug richting Paramaribo. Bij het beklimmen van die brug zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen door de militaire politie, waarbij dus de zwaardere voertuigen in deze, de 2 Urutus en de Cascavel, als eerste de brug zouden oversteken. De brug werd beklommen. En als je dan goed kijkt naar de beelden, zie je dat 3 panzervoertuigen op een gegeven moment dus de afdaling gaan doen. Ik moet heel eerlijk zijn en de persoon die dat filmpje heeft gemaakt een compliment maken dat het op die manier ook is geschied. Het afdalen, daar zie je op een gegeven moment dat de eerste Urutu heel langzaam naar beneden komt. En daarna zijn weg vervallen onder begeleiding van de militaire politie. De tweede Urutu, die op bijkans 50 meter afstand van de eerste was, die daalt dus ook af en gaat dan zijn vaart dan eventueel ook enigszins versnellen, om dan dus de bocht bij de rotonde te gaan beschrijven. Wat men toen niet wist, is dat bij het derde voertuig, die Cascavel, na het hoogste punt te hebben bereikt op de brug en in de afdaling van de brug naar beneden kwam, de bestuurder merkte dat de remmen het op dat moment niet deden.
En hij is voor geen enkel moment in paniek geraakt. Hij wist ongeveer al waar hij naartoe zou kunnen gaan. Ja, en wat hij zou moeten doen. Ze zochten op dat moment, zoals wij dat hebben begrepen vanmorgen, obstakels om dat voertuig tot stilstand te kunnen brengen. En die obstakels zouden kunnen zijn een hele grote blok of een aantal bomen die in de buurt waren. Maar die waren er niet. Dus toen ze tegen het moment aankwamen waarbij de rotonde in zich was, toen heeft men daar aangetroffen op de linkerberm die grote blokken om in principe het verkeer te dwingen, dus op de weg te blijven. En u zult dan ook merken dat in de beschrijving van die bocht, de chauffeur heeft gekozen voor dat gedeelte waar de blokken stonden. Dus de wegversperringen. Ja, klopt. Had hij gekozen om de weg te volgen, dan hadden we een catastrofe gehad. Want waarom die catastrofe? Omdat vanaf het kruispunt Slangenhoutstraat van Hoogruisstraat een enorme file daar stond richting Zanderij. En dan kwam zo'n gevaarte op je af. Dan zou je dus zeker een aantal voertuigen van achter hebben geramd. Met het noodlottige gevolg of het rampzalige gevolg. Ja. En dat heeft deze bestuurder niet gekozen. Hij heeft gekozen om dus die blokken die daar ter plekke waren te rammen. En naar alle waarschijnlijkheid dat EBS-gebouw dat volledig in beton is opgetrokken, ja, te pakken. Om daarna tot stilstand te komen, wat er dus ook inderdaad is geschied. Toen hij tegen die muur aankwam, toen kwam het voertuig tot stilstand. Ja. Achteraf mogen we van geluk spreken dat het op die manier is gebeurd. En dat andere mensen niet weten en dat we later tot de ontdekking zijn gekomen. Dat in het magazijn van die Chinese winkel of dat restaurant er een aantal middelen waren die ook een hele grote ramp zouden kunnen geven. Maar God zij dank. Ja, dat niet is gebeurd. En dat het op die manier is is geëindigd. We betreuren het. Je hebt het niet kunnen voorzien. Ja. Want het was ook niet in de bedoeling om op die manier te rijden. Maar ik kan u wel zeggen, ik ben er ook van geschrokken. De meeste mensen die dan kijken naar de beelden, die kijken van een panzerwagen, een gebouw en een gebouw. Maar je moet ook kijken naar de voorzorgsmaatregelen. De veiligheidsaspecten ervoor. En die zijn allemaal in acht genomen. Kijk, wanneer de remmen van je voertuig het gegeven moment niet meer doen. Ja, dan moet je toch wel weten hoe je dat voertuig op de een of andere manier tot stilstand gaat brengen. En deze voertuigen hebben een dusdanig bewegingspatroon. Ze zijn geen manual wagens met een versnellingsbak. Het zijn wagens die een automatische aandrijving hebben. Er zijn momenten ook gezegd van, ja, maar dan had die man zijn motor kunnen uitdoen. Ja. Dan is dat voertuig totaal niet meer bestuurbaar. Want dan valt het hele hydraulisch systeem uit. Met alle gevolgen van dien. Dus laten we dit ervan zeggen. Ik mag wel zeggen dat de chauffeur naar alle waarschijnlijkheid echt heel cool was. En zijn verstand heeft gebruikt van hoe dit voertuig verder tot stilstand te brengen. Ja, ik zeg zeer ervaren bestuurder. Het is een ervaren jongen. Het is, trouwens, de man die op dat moment ook de commandoleiding had op het voertuig, is ook een zeer ervaren panzervoertuig geweest. Dus we kunnen wel zeggen, en vanmorgen hebben we met de bevelhebber gezeten. En het eerste wat de bevelhebber vroeg, wie had de leiding over dat voertuig? Ja. Want de regel zegt dat tenminste een onderofficier op zo'n voertuig als chauffeur zou moeten fungeren. Ja. En die regels zijn in acht genomen. Dus we kunnen niet zeggen van dat de voertuigen door onervaren chauffeurs zijn bestuurd. Ja. Major, u haalde het zelf aan, we hebben straks de parade. De Tetjare Mungo, zal dit voertuig ook ingezet worden? Dit voertuig niet, omdat dit voertuig een aantal mankementen heeft gehad die we niet binnen één of twee dagen kunnen herstellen. Ja. Maar er zijn nog wat andere voertuigen in de garage
waarvan we kunnen zeggen van, naar alle waarschijnlijkheid kan een van die voertuigen daar ingezet worden. Ja. Maar als er een voertuig zoals dit type ingezet zal worden, ik denk dat de leiding daarover een beslissing zal nemen. En hebben zich persoonlijke ongelukken voorgedaan? Voor zover ik weet zijn er kneuzingen geweest. De bestuurder van het voertuig zelf, ja. Die sergeant, die heeft een klap gehad tegen zijn gezicht, zijn gelaat. Waarbij zijn bril kapot geslagen is. Ja. En verder zijn beide jukbeenderen. Want je weet dat je bril ja. zit tegen je jukbeenderen aan. Dus daar heeft hij wel een klap tegen gehad. En de man die achter dat kanon zat, die heeft een klap gehad tegen zijn knie. Die is vanmorgen ook naar de dokter gegaan. Oh. Maar ze zijn niet van dusdanige aard ja. waarbij je zegt van er zijn erge dingen gebeurd. Er moet een verhaal in de ether zijn rondgegaan, ja. waarbij een vrouw dan een ongeluk zou hebben gehad. Maar niets daarvan klopt, want we hebben dat ook laten onderzoeken. Weliswaar is dus die Chinees die in dat restaurant bezig was, ja. tijdens dat die botsing plaatsvond, moet er een fles tegen zijn been zijn aangekomen. Ja. En hij is daarvoor direct behandeld door de aanwezige gewonde verzorgers van het Nationaal Leger. Maar overige ongelukken zijn mij niet gerapporteerd. Of ons niet gerapporteerd. Ja. Dus we mogen nogmaals Godzijdank zeggen. Laten we dat ook zeggen. Laten ja. we dat zeggen, dus dat de Heere zijn met ons. Ja, klopt. Major, heel veel schade aangericht. Wie draait allemaal op voor de kosten? Vanmorgen hebben we dus met alle betrokkenen, alle commandanten van de diverse ja. Eenheden, afdelingen, de verantwoordelijke mensen, hebben we even de koppen bij elkaar gestoken. En de verzekeringen die worden ook in stelling gebracht. Het Nationaal Leger is ook verzekerd. Ja. De schade is opgemaakt. Gisteren is voor een heel groot deel die ravage die is aangericht, is opgeruimd. Ja. En vanmorgen zou men dan aanvangen met het optrekken van de muren, zodat dat veilig gevoel voor de bewoners weer terugkomt. Ja. Want die mevrouw die naar de kerk was, ja. die heeft ook de opmerking gemaakt van ze is toch wel even een beetje bang of laten we zeggen onrustig, omdat er in die omgeving aardig wat zwervers rondlopen. Ja. Maar dat veilig gevoel krijgt ze dan wel weer terug. Ja. En tot slot, vanuit het leger, wat wordt er gedaan of wat zal er gedaan worden om dit te voorkomen? Sowieso zou je dus veiligheidsmaatregelen moeten treffen. De onderlinge afstanden moeten houden. Ja. En als er iets gebeurt aan het voertuig, daar kan niemand weten wat er kan gebeuren. Ja. Het kan zijn dat je een lekke band hebt, maar het kan ook zijn dus dat ergens iets zich begeeft. Ja, en dan moet je toch wel weten van hoe verder te handelen. Heel belangrijk is dus dat op geen enkel moment onze bestuurder in paniek is geraakt. Want paniek, ja, dat is soms heel moeilijk te overzien. En vanwege het moeilijk overzien van die paniekerige situaties gebeuren de grootste ongelukken. Dank u wel, majoor. Heel graag gedaan. Ja.